Oké, okay, voor we beginnen aan deze video ga ik even mijn mama laten reageren op de parodie die ik samen heb gemaakt met Doorjarne, Jarne. Jarne. a.k.a. de grootste faggot van België. En we gaan nu, ja, mijn mama, waarover het liedje gaat, laten reageren op de parodie die hebben we hebben geschreven. Over haar als ik echt de parodie kan noemen. Op hoop dat wat de video gaan vinden, doe zeker een duimpje omhoog. En ja, oké. Okay, mm -hmm, oké, okay, let's go. Filmje Je wil het echt zien. Steek ze in. Ja? Ja. Let's go. She is Milf Shell. Whoa, she oh, oh. is Milf Shell. Whoa, whoa, whoa. Oh, oh. oh. you walk in the room, you say Milf Shell. Whoa, whoa. Oh. She is a uh, Milf. A Wait. real male with big tits. No, 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 no. no, Look, <laughs> <Leuk. laughs> what for here, man? Die big tits must that on you be? Approved it. Let's go. hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal Vandaag gaan we het grootste verschil tussen jongens en meisjes bespreken Vanuit mijn standpunt, dus dat gewoon ja, de dingen die, waarom, ja, jongens anders zijn dan meisjes En, en uh, ja, die shit Ik heb vandaag ook voor de allereerste keer in mijn leven Oreos gegeten met pennakaas. Dus dat is echt de no-go zone, ik vond het echt niet lekker Maar oké, okay, no problem, we gaan nu video recorden, doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt Kan ik deze shit meer doen? Ik ben a laten we meteen aan beginnen, let's go Oké, okay, eerst waar jongens en meisjes volledig anders zijn, is dit en dat is echt waar. Ik kan me klaarmaken om naar een feestje te gaan. Misschien tien. Of 5 minuten op voorhand. Ik kan douchen, mijn zak maken, geld nemen, kleren aandoen. Ik kan alles doen in 10 minuten precies. Bij meisjes duurt dat fucking lang. Niet dat ik daar echt veel ervaring mee heb of zo. Maar ik zie dat gewoon bijvoorbeeld op Snapchat. Ik zie dat de eerste Snapchat komt van allemaal meisjes in de spiegel die aan het opmaken zijn. Shit like that. Rond 9 uur s avonds. En dat ze pas beginnen aan, weet ik, veel de andere dingen om 11 uur. Dus ik weet niet wat die mensen zo fucking lang in die badkamer doen. Maar misschien moeten ze hun make-up 10 keer opnieuw doen of zo. Don't care. Bye bye. Bij jongens gaat dat gewoon broek aan, onderbroek aan Hey, what's going on hier Nummer 2, dead Super, super, super accurate Bij mij thuis toch Als ik in de douche sta in de ochtend Neem ik gewoon de eerste ding die ik zie Waar er op staat, shampoo Boeit me niet wat er nog allemaal op staat Er liggen 10.000 flesjes verschillende shampoo in mijn douche Ik neem gewoon degene die het dichtst bij mijn hand ligt Mijn vraag is dan Why the fuck heb je al die shampoo? Ik ga, ik ga, ik ga het even tonen Dit staat bij ons in de douche. Hoe de fuck moet ik hier keuze uit gaan maken? Ik bedoel, ik, ik neem gewoon elke ochtend iets random. En dan trek ik dat eruit. En dan zie ik erop staan. Shampoo. De rest die daarop staat, boeit mij niks. Vitamino, color, incel, hydro resist. Als het maar mijn haar wast. En als het maar lekker ruikt. Mijn mama zit daar waarschijnlijk in de douche. Oké, okay, vandaag gaan we wassen met, weet ik veel. Paardenmelk. Wat <laughs> de Fine hair, limp hair shampoo. Waarom heb je duizend verschillende soorten shampoo nodig? Waarom? Dit natuurlijk, heb ik al gezegd. Dit is echt zo. Als ik mijn rugstap moet maken om naar ergens te gaan. Om naar een weekendje weg te gaan. Doe ik dat vijf minuten voor we vertrekken. Mijn mama bijvoorbeeld. Die is al van de dag ervoor bezig. Met heel hele zak te maken. Ik doe dat gewoon chill. Op het gemak. Vijf minuten voor we vertrekken. Om een hele hoop stress bij te passen hoor. Maar ik doe het nu gewoon heel chill. Deze heb ik al zo fucking veel meegemaakt. Kijk, als ik naar een feestje ga. Doe ik Bijna altijd hetzelfde aan. Het is wel te zien misschien wat, wat soort feestje het is. Meestal heb ik gewoon een zwarte broek aan. Hempje. Altijd hetzelfde hemd. Altijd dezelfde broek. Altijd dezelfde schoenen als ik naar een feestje ga. Zij zult de party outfit. Hé, hey meisje. Ze heeft een fucking mooi kleed aan. Ik zou dan zeggen tegen een meisje: yeah, je kleed is mooi. Op het volgende feestje heeft ze die niet meer aan. Ze heeft dat kleed nooit meer aan. Nooit. Het is alsof meisjes iets één keer aandoen. En dan verdwijnt het in de kast. Dan is het weg. Dan hang je het ergens achter alles Zo van I don't see you anymore. Dan is het gewoon weg. Jongens, dragen bijna altijd hetzelfde op elk feestje gewoon ja kleren waar je makkelijk in bent. Bij een meisje moet ook andere kleed zijn voor een ander feestje. Deze gaat niet veel overzagen. Het is gewoon zo. Een jongen heeft altijd zijn seks altijd iedereen elke jongen voor mij leeft hij toch gewoon ieder moment van de dag. Meisje moet je 10.000 computers hacken om haar ja om te lukken om. Ja, dan nou. Het is zo so... ingewikkeld. Trekt je hoofd zo so up. El ze nu dat je iets doet met haar of niet. Dat, dat is zo alsof je fucking moeilijke raadsels aan het oplossen bent in je hoofd. Hé, hey jongen, is het veel makkelijker. Gewoon doen. Als, je, als jij als meisje twijfels hebt, Gewoon doen. Je kan niet missen. Dat is het enige wat je wil. En misschien ook eten en game. Maar nooit twijfelen bij je jongen. Je, je kan niet twijfelen. Het is nooit twijfelen. Gewoon nooit. Let's go. Dit is gewoon leven. Dat is echt waar. Ik zie altijd meisjes met pasgeboren baby's. Oh, could you, you, you. En ze doen niks met die baby's. Als ik een pasgeboren baby zie, ik plat direct zijn kaken. Ik ga meteen gewoon proberen zijn eigen hand in zijn mond te steken. En echt, ik, ik doe altijd de droogste dingen met een kind. Hem opheffen en doe ik altijd met de baby. Oh, zo hilarisch. Deze is true as fuck. Maar echt, dit, deze foto echt... Mensen, ik bedoel, kijk, ik ga me niet goed praten. Het is hier één grote stort. En um, ik weet niet hoe dat komt. Maar ik, ik gooi gewoon altijd alles op mijn bureau. En ja, dan ziet dat er gewoon echt helemaal fucked uit. Bij mijn mama bijvoorbeeld is dat niet zo. Haar bureau is gewoon mooi, proper, clean. Gewoon nice. Maar het bureaublad van mijn mama staat vol met dingen. Mijn bureaublad, let's go. Clean as fuck. Gewoon chill. Er moet daar niks op staan van mij. Dat is gewoon internet, prullenbak. Deze foto is fucking accurate. Het is, het is echt zo. Ja, deze kan niet. Ik breek elke maand wel eens een nagel Als ik per ongeluk is blijf hangen aan mijn t-shirt En dan trek ik en dan breek ik mijn nagel En in het begin is dat zo, oh, fuck En dan doet dat wel eens kut als je zo blijft hangen ergens Maar bij meisjes, als een meisje haar nagel breekt Is alsof 9-11 opnieuw gebeurt Alsof de wereld aan het vergaan is Nee Ik heb meisjes die naar huis zijn gegaan om nagel te fixen Die gewoon een middag zijn thuis gebleven Omdat een nagel gebroken was het is gewoon een nagel, het groeit terug Het groeit terug Als ik als jongen naar de kapper ga, gebeurt dit Ja, ik word betalen 20 euro, 25 euro. Mijn haar wordt gewoon korter, random shit. Hé hey meisje, ga naar de kapper. Betaalt fucking veel geld. Ga nu woorden gebruiken die ik niet snap, die ik vrouwen nog altijd zeggen. we hebben een kleur gedaan, en een balayage. Ze hebben het gestyled. Balayage! What the fuck is balayage? Die haar ziet er altijd hetzelfde uit. Jullie betalen misschien 10 miljoen om jullie haar te laten doen. Dat ziet er altijd hetzelfde uit. Als een meisje naar de kapper is gegaan, dan zie ik dat niet. Ik zie bijna nou nooit de verschil. Misschien alleen als je echt je haar gekleurd hebt van zwart naar ginger. dan ga ik hem misschien wel zien. Maar als ze een balayage hebben gedaan en het hebben gesteld zo. I don't know, ben je nou de kapper geweest of heb je het gewoon zelf gedaan? I don't get it. Er zijn zoveel verschillen tussen jongens en meisjes zijn eigenlijk zou het enige verschil mogen zijn dit en, en down there, tussen de legs. Maar dat is het niet. Het is veel psychischer dan dat je denkt. Het zijn echt fucking veel dingen. Maar oké, okay, dat was het voor deze video. Ik heb nog fucking veel andere dingen die je kan opnoemen, hè, want... ik hoop dat jullie het de video vonden. Vond je het nu leuk, dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Aced en ik zou zeggen adios, bitches. Hello.